Hou jij genoeg van jezelf? Kijk, de dag dat we deze opname maken is Valentijnsdag, 14 februari 2023. Prachtig weer, we zijn hier in Zeeland. En misschien kun je even inzoomen zo op wat dingen. Je ziet hier wat strandtenten, één van de twee is open. En als je nog verder doorgaat, dan zie je daar de zon. En die is ook uitbundig aan het schijnen al de hele dag. Wij hebben het geluk dat we een paar uur vrij hadden en dat we de tijd hebben genomen om een paar video's te schieten voor een activiteit die we op zaterdag doen en ook zakelijk nu voor wat betreft Grow. En daarom vind ik het fijn om even een paar dingen met je te delen. Want het gaat namelijk om transformatie. Wij zijn nu 30 jaar actief om mensen te trainen, te coachen, te helpen om die doorbraak te maken naar next level. Want dat is waar jij waarschijnlijk ook voor staat. Je kijkt naar deze video, je blijft kijken. En ik geloof dat het zo belangrijk is dat je dat doet. Want weet je waarom? Onbewust of bewust hebben we allemaal transformatie nodig op één specifiek gebied. En wellicht op meer. Denk aan je gezondheid. Wellicht zeg je nou, ik zou me inderdaad fitter willen voelen, vitaler willen voelen. Meer gezondheid willen ervaren. Gewoon dat vibrerende gevoel van energie te hebben. Of net als ik, dat je zegt, nou, ik wil ook, ik ben 60, maar ik ben wel met 60 met een sixpack. Dus, sorry, ik heb daar jaren aan gewerkt om gezond te zijn, om fit te zijn. Gewoon een gezond eetpatroon te hebben, een leefpatroon te hebben, een beweegpatroon te hebben. We hebben allerlei dingen al gedaan. Vanmorgen getennist, gekrachtsport. We zijn nog wezen skaten, 40 minuten hier langs de dijk op de Brouwersdam. Heerlijk om dat te doen. En ik gun je dat ook, want het is zo belangrijk om lekker gezond en vitaal te zijn. Want dan heb je ook een andere atmosfeer om je heen. Je hebt een andere uitstraling en dat is positief. Maar het kan ook zijn dat je in een scheiding zit. Of daaruit gekomen bent. Of dat je je kinderen niet ziet. Of dat je juist denkt met betrekking tot je medewerkers. Hoe krijg ik ze zover? Hoe krijg ik ze zover? Hoe krijgen we het nou voor elkaar? Hoe komt het voor elkaar? En het kan ook zijn dat het op het gebied van ontwikkeling is. Dat je zegt, ja, ik ben... In feite zit ik in de veiligheid van de narigheid. Ja, dat is dat je in feite die tredmolen ingaat of in bent. Net als die rat, hè, de rat race noemen ze dat ook wel eens. Dus je bent daarin en je weet er bijna niet uit te komen. En daarom is het zo belangrijk om mensen om je heen te hebben. Mensen die jou accountable maken voor je progressie. En dan werk. Het kan zijn dat je zegt, nou ik ervaar je stress. Ik ervaar wel dat het dynamisch is, maar ik ervaar stress. Te veel stress. Dingen die ik eigenlijk liever niet meer wil doen, maar ik doe ze al jaren. Nog steeds. Niet de bedoeling. Het gaat erom dat je dit ene leven wat je nu hebt, dat je dat invult en dat het ook fijn is. Het kan niet gepaard gaan zonder inspanning. Want ik heb geregeld gezegd, dat tegen in groepen, daar zei ik, ja kijk, ik was een keer in de sportschool en daar zag ik een paar mannen die hadden flink spieren. En ik zeg, jullie hebben zeker wel heel veel weerstand hier. Hoe bedoel je dat? Zeiden ze. Ik zeg, nou, dat heeft te maken met het feit dat je alleen door weerstand groeit. Dus ik bedoel het goed, zei ik tegen ze. Want ik denk, ik moet geen ruzie hebben met ze. Maar ze waren dus gewicht aan het tillen. Groot, echt zware gewicht aan het tillen. En meer weerstand betekent dus ook meer of sterker of dikkere spieren. Dus mentaal is dat ook zo. Dus wij moeten inspanning leveren. Maar we moeten ook steeds weer nadenken. Wat kan beter? Wat moet beter? Wat wil ik beter? Wat wil ik anders gaan doen? Wat ga ik anders doen? Of als je gelooft. Dan kan het ook zijn dat je zegt, God, Heere God, wat gaan we anders doen? Dat kan ook. Maar het gaat erom dat je zelf actie neemt. En op het gebied van financiën kan het zijn, ja, ik knoop de eindjes aan elkaar, dat je dat zegt. Hè? Kan ook zijn dat je zegt, ik heb juist heel veel geld. Nou, dan zou ik zeggen, dan weten we nog wel een paar adressen waar je het kwijt kan. Waar mensen dat hard nodig hebben. En waar je een invulling kan hebben, een bediening kan hebben of een situatie kan hebben waarin je juist je geld laat werken voor jezelf. Of voor anderen. En dat je in staat bent om je onderneming te laten groeien, bloeien, floreren. En dat is ook bijzonder. Dus als jij zegt, ik ben ondernemer. Of ik ben leidinggevende. Of ik ben ambitieus. Of succesvol persoon in de verkoop. Dan is het goed om met ons in contact te treden. Laten we dan met elkaar een gesprek aan gaan. Dat noemen wij een grow call. Anderen noemen het een doorbraak call. Maar wij noemen het een grow call. Want ik hoor graag van jouw doelen. Ik hoor graag wat is gewenst. Wat is je realiteit? Dat is de R. Wat zijn opties? Die kunnen we gelijk aangeven in het gesprek. En wanneer? Wanneer wil je bepaalde dingen gerealiseerd hebben? En het is goed om te weten dat als je focust op iets, dan wordt de focus die dat krijgt, wordt sterker. En dat wil ik je ook meegeven.
dat het zo belangrijk is om te focussen. Ik kijk nu naar de zon. Hè. Ik kijk ook heel geregeld kijk ik naar de camera. Mijn focus is de camera. Want er lopen hier allerlei mensen om me heen. Maar ik wil je aanmoedigen om dat met ons aan te gaan. Die Grow Call. Dus als je naar Grow gaat, grow.nl/call. Dan kunnen we dat gesprek met elkaar in de agenda zetten. En dan zou ik je graag aan de andere kant van de lijn ontmoeten. Let's grow in 2023. Yes, we grow. Like the sun.